in de Bree. Duncan, wat ben je toch een ongelofelijke kanjer van een zanger. Zo klein gebracht en ook zo groot gebracht. Daar is hij het kippenvel. Femke Braaksma heeft voor het eerst in jaren weer eens vertrouwen in onze inzending. Dit wordt nummer 1. Nou, ik denk, als ik... Het woord kippenvel is nog nooit zoveel binnengekomen. Oh, het was echt prachtig. Ook leuk, Duncan. Wij hebben al een opname van wat er gaat gebeuren na jouw optreden op het Songfestival qua puntentelling. Wil je even meeluisteren? Want we hebben al een opname. Luister goed. This is the moment we've all been waiting for. We thank you for all your votes. Now it's time to find out who the winner is. Next country up is Poland. Twelve points goes to Netherlands. 12 points go to the Netherlands. Iceland. Oh, 12 points go to the Netherlands. Germany. 12 points go to the Netherlands. Norway. 12 points go to the Netherlands. Hungary. Alle 41 landen af. Beetje gek nog. Ik zit vooral echt uit te kijken naar het moment dat je gewoon op die bank ook daadwerkelijk zit. Ja, ga dan ook met dat vlaggetje net zoals iedereen vlaggetje, doet. Ja, ik zei ook, op een gegeven moment word je dus wakker, dan ga je dus naar de studio toe en dan ga je naar die bank, ga je zitten en dan zie je dat beruchte vlaggetje gewoon voor je liggen. Dus dat is het moment dat ik helemaal los ga. Ja. Mogen jou heel veel succes wensen, Duncan. Yes, zeker, dankjewel. Ik ga trouwens Davina Michel draaien. Zou dat misschien het jaar erop volgend jaar een goede inzending zijn? Ja, ik vind Davina echt geweldig. Dus ik zou het echt heel erg super vinden, ja. Nou, dat zou toch leuk zijn? Ja, dat zou absoluut te gek zijn. Maar eerst dus Duncan Lawrence. Duncan, dankjewel dat je hier was. Fijne dag. Yes, jullie ook bedankt.